Gezonde landschappen en watersystemen zijn de basis van ons leven. Ze zorgen voor voedsel, water, biodiversiteit, schone lucht en een stabiel klimaat. Het typisch Hollandse veenweidelandschap is gevormd door de mens. We hebben veen afgegraven en polders ontwaterd om landbouw te kunnen bedrijven en ons te vestigen. Deze ontwatering heeft wel een keerzijde, namelijk dat het veen langzaam verdwijnt. De bodem daalt tot wel 1 centimeter per jaar. En dat blijft niet zonder gevolgen. De infrastructuur verslechtert, de biodiversiteit neemt af en het leidt tot nog meer CO2-uitstoot. Het steeds intensievere gebruik van het landschap vraagt om een steeds lagere waterstand. En zo houdt dit systeem zichzelf in stand, met een verarming van het landschap tot gevolg. Dit biedt geen duurzaam toekomstperspectief. Om deze verarming tegen te gaan, moet de waterstand juist weer omhoog. En moeten we kijken naar nieuwe manieren van het gebruik van dit landschap. Een veenweidelandschap waarin natuur en economie weer in balans zijn. Common Land zet zich in voor landschapsherstelprojecten waarin verschillende belanghebbenden samenwerken. Daarnaast helpt de organisatie duurzame bedrijven om investeringsklaar te worden. Zo ook in het veenweidegebied rondom Amsterdam. Door een holistische aanpak kan dit gebied omgevormd worden tot een biodivers gebied, met een duurzame winst voor boeren, natuur en bedrijfsleven. Dit bereiken we door samenwerking. Samenwerking tussen boeren, landgebruikers, investeerders en andere belanghebbenden. De oplossing ligt in de combinatie van een hoger waterpeil en bijpassend landgebruik. Dit bevordert terugkeer van de biodiversiteit en herstel van het natuurlijk evenwicht. Minder ontwateren betekent ook minder maatschappelijke kosten voor waterbeheer en schade aan infrastructuur. Een voorbeeld van nieuwe vormen van landgebruik is melkvee vervangen door dubbeldoelkoeien die beter aangepast zijn aan een natter landschap. Ze leveren kwaliteitsvlees en melk vol van eiwit door het kruidenrijke voer. Ook het verbouwen van andere gewassen, zoals de listdodden, opent nieuwe bedrijfsmogelijkheden. Listdodden wordt bijvoorbeeld gebruikt als grondstof voor isolatiemateriaal. Verder denken we aan een bredere bedrijfsvoering gericht op de lokale consument en de recreant. Zo zijn we samen in staat om de biodiversiteit in dit gebied terug te brengen en een duurzaam en economisch gunstig landschap te creëren. Voor onszelf en voor de generaties na ons.